Dinsdagavond is rond 22:30 een vrouw zwaar gewond geraakt toen ze werd geschept door een bestelbus op de Kwaadijkerweg in Zuidoost-Beemster. De vrouw liep op de donkere weg toen een auto haar van achteren aanreed. Ter plekke werd gestart met reanimatie, waarna de vrouw in kritieke toestand naar het VU Medisch Centrum is gebracht, waar ze even later overleed. Volgens het protocol is de automobilist aangehouden. De bestelauto heeft rechtsvoor schade aan de spiegel en de voorruit door de aanrijding. Technisch onderzoek en een getuigenverklaring moet de precieze toedracht nog uitwijzen.